Mark, jouw vierde deelname. Het is een belangrijke uitzending nu, want als je nu doorgaat, dan kom je op gelijke hoogte met Caroline Genet. Wil ik dat wel, Erik? Ja, beter op gelijke hoogte dan... Dan de ander. Ja. Wat werd begin 19e eeuw uitgevonden door de Schotse bouwkundige John McAdam? De baksteen? Nee, Mark? De macadam. De macadam, ja. Dat was niet zo geweldig moeilijk. Zijn er veel uitvinders die hun naam aan een product zo gegeven hebben, professor? Ja, helemaal of gedeeltelijk. Want er is ook de Fransman Marcel Bich, die de balpen Bic uitvond. Maar de naam Bich vond hij toch wat te gevaarlijk, omdat het te veel leek op Bitch, de traditionele ochtendgroet onder kloosterzusters. Helemaal niet juist, want die moeten zwijgen tot vrij lang na het ontbijt. Al chance, Alexander. Pas. 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 Oui, Carol. Socrates? Nee. Nee, niet Socrates. Cicero? Nee, wie wel? Pas. Je past. Pas. Oei. Pas. Jan Leijers.